Goedemorgen Nederland, welkom bij de Q&A Ontbijt met Team NL. Vandaag weer een gouden medaille bij ons in de uitzending. Kjeld, wat tof dat je hier meteen wil zijn, de dag na je race. Graag gedaan. Ja, leuk. We gaan weer Q&A doen, dus heb je vragen voor Kjeld, zet ze in de comments, dan gaan wij ze beantwoorden. In ieder geval Kjeld gaat ze beantwoorden. En brand los zou ik zeggen. Vandaag natuurlijk gisteren gehuldigd in het Ronald Heinekenhuis. Ja. En deze even aan jou. We zagen dat je het echt ontzettend naar je zin had. Ja. En ik kan me voorstellen dat het niet tof was om dan terug te gaan. Ja, helemaal uit het dak gegaan. Ja, nou, bijna. Het ging inderdaad wel iets te snel voorbij. Maar weet je, dat was wel. Ik heb wel het moment dat ik had, heb ik wel echt gebaat en wel van genoten. En ook natuurlijk logisch als je nog een focus hebt op. Volgende week. Ik heb echt 10 dagen tussen. Weet je, als je na 2 dagen dan denk je op een snelle weg. Maar nu dacht ik wel, ja, even laten bezinken en even genieten. Ja, toch. Dus, ja. Heb je verdiend? Yes. Dus even kijken, komt er ook al wat binnen? Ja, mensen. Ze moeten nog wakker worden. Ja. En je hebt natuurlijk, je hebt 1500 nu gehad. Meteen een gouden medaille, hoe tof. Ja. Je hebt er 1000 nog. Hoe ga je daar naartoe werken nu de komende week? Je hebt nu best wel wat media ook en die omging. Maar hoe ziet jouw week er nu uit? Gisteren was echt heel gaaf, dat Heinekenhuis. En dat was ook wel, denk ik wel, eerst de echte besefmomentjes van. Dan zie je al die gekke lui helemaal losgaan. En dan denk je, oh wauw, dit is echt wel, dit is even geflikt. En, ja. Dus daar heb ik echt van genoten. En vandaag een lekker dagje niks. Dit soort dingen doen. Leuk, en dus daar geniet ik van. En dan vanaf morgen pak ik eigenlijk gewoon de training alweer op. En heb ik net zo lang tussen mijn wedstrijd, dus dat ik hier aankwam voor mijn 15e. Dus eigenlijk lekker voor de voorbereiding. Ja. Er komen alweer wat vraagjes binnen. Nederland begint wakker te worden. Top. Eerste vraag van. Goed gespeld ook. Met een T. Katja, het is met een D. Alinda Miedema vraagt: geweldig gedaan. Ik vraag me af wat je dacht toen je over de streep kwam. Dat is een leuke vraag. Stiekem wist ik wel dat het wat waard was. Alleen ja, je rekent je echt nog niet rijk. En die ritten daarna was echt billen knijpen. Dus ik had echt wel spanning nog. Ja. Ik wist nog niet van dit is goud. Weet je, als ik misschien net onder die. Ja, als ik 200ste harder was, dan had ik 1.43 gereden. Dat staat dan net anders. Ja. Dus het was gewoon. Je had wel een soort onderbuikgevoel. Ja, dit kan wel eens, dit zou hem kunnen zijn. Ja, precies. Ik hoorde je gisteren ook zeggen, eigenlijk toen ik die eerste bocht al doorkwam, ik voelde van het gaat wel, zeg maar. Het gaat wel hard. Dus ik vind dat wel mooi dat je dat al meteen, zeg maar, als je al start, dat je dan zelf dat gevoel al hebt. Ja, dat is wel leuk. Even iets heel anders. Vier jaar terug was je er niet bij. Nu debuteer je op te spelen. In je eerste race, meteen goud. Kun je misschien kijkers thuis, de fans, uitleggen wat er dan in die 4 jaar. Ja, wat je allemaal hebt moeten doen om er nu toch te staan en toch ook gewoon zo te kunnen debuteren? Ik denk dat gewoon bij mij na ook tegenslag dat gewoon de motivatie nooit is weggezakt. En dat ik eigenlijk gewoon, ik vind misschien heel euforisch, maar dat vuur altijd blijft branden, zeg maar. En dat ik het gewoon zo graag wilde en dat ik weet dat je er alles voor moet doen en ook later. En ik heb zeker in de laatste jaren, of het laatste jaar, ook het mentale vlak van de sport aangepakt. Want ik gewoon ten eerste zeker wilde weten dat ik er ook alles aan doe. En het nergens laat liggen. En daarnaast heb ik gewoon ook wel gemerkt dat dat een heel groot vlak is. Dat ik me wel ook fit heb gevoeld voor sommige wedstrijden, maar dat ik gewoon in mijn kop niet klaar voor was op grote momenten. En na vorig jaar hier 2 keer een wereldtitel pakken. In 1 weekend was er een soort last van mijn schouders af. En dacht ik wel gewoon, oké, deze lijn moet ik echt vasthouden. En dat heb ik gedaan. En aan de ene kant was het, juist als je hier als 2-voudige wereldkampioen start, het was een druk op mijn schouders. Aan de andere kant ook een vertrouwd gevoel van, ja, ik heb het hier al een keer gedaan. En weet je, als je gewoon doet wat je kan, dan kom je een heel eind. En dat heeft mij hier gebracht. Top. Mooi. Wel bijzonder. Dus, en knap dat je het dan toch volhoudt ook 4 jaar later. Ja. Het zijn al 4 lange jaren. Mm-hmm. Wil je zelf even kijken wat er binnenkomt? Dat is misschien wel leuk. Er komt wel wat binnen. Wat krijg ik eruit te eten?
Wat krijg je niet te eten? Je hebt een, wij eten in een hele grote, moet daarin kijken trouwens? Mag. Ja. Oké, mag. Ja. Wij eten in een gigantisch grote hal, waar echt van drie verschillende soorten pasta's, allemaal, alle soorten rijst, alle soorten vlees, groenten, je kan alles krijgen. En het wordt, met het uur wordt het aangevuld, dus er zit van 7 tot s'avonds. Gisteravond kwam ik terug, om 2:30 gingen we uit McDonald's gegeten. Zitten daar mensen in die hal te eten, dus, en het is echt, de kwaliteit is goed. Dus je kan je tonnetje rond eten hier. Moet je niet doen. Laat je barfest staan. Hier zee, dankjewel. Veel felicitaties. Ja, altijd leuk. Goed. En goed. Terecht uiteraard. Oeps, sorry, ik had een D. Ga je naar de dames kijken straks? Nou, we gaan de medaille ophalen vandaag. Ja. Hoe laat is dat? 7:00 is dat. Ja. Dus we gaan dan denk ik iets voor 6:00 weg met de taxi. En dat wordt super gaaf. Ja. Ik ga morgen wel kijken bij Swensen 10 kilometer. Dat wordt ook dat wordt spannend. Dus dat gaan we doen. Kijk er dan uit om dadelijk echt zeg maar, die medaille te voelen. Ik heb die van Carlijn van de week gezien. Het is best wel een zwaar ding. Ja, ja. Ik heb die van Sven ook al gezien en vastgehouden. En die liet hem ook zo'n beetje treiteren. Een beetje voor me. Ja. Dus heeft hij me zeker mee getriggerd. Ik heb er echt mega zin in. En ik heb die hele sfeer en die hele. Ja, gewoon die ambiance of zo. Shit, heb je hem eindelijk om je nek. En daar doe je het ook voor. Zeker. Ja. Komt er nog gezelligs binnen, Manon? Wat ga je zo. Allemaal felicitaties. Sowieso moet je misschien eventjes. Refresh. Wat denk je van het team morgen? Van Sven? Ik denk dat hij het wil pakken. Ja, je ziet er natuurlijk iets meer. Maar... Ja, nou ja, weet je, ik merk wel. Ik merk wel dat hij gespannen is, maar dat is ook gewoon de lading die er voor hem op ligt. En die voelt hij echt wel. Maar ja, kom op, het zou onmenselijk zijn als hij dat niet zou hebben. Dus, maar laat het hem motiveren tot iets dat hij het best uit zichzelf haalt. Maar ik denk dat als je schaats zoals hij kan, dan maakt niemand kans. Oh, er is iemand die een appeltaart voor je gaat bakken. Beter. Groetjes aan Emmen, Margriet Sander. Lekker. Kom je hem ook brengen dan, bij hem thuis? Net zoals Bolt die champagnefles. Ja. Komt hij ook persoonlijk brengen, hoor ik. Oh, wat vond je van de short track relay van de mannen? Ja, heb ik dus niet. Ik heb het gehoord alleen maar dat er een verkeerde. Ja, dat was natuurlijk zelf aan het schaatsen. Ja, dat was echt. Echt kut. En ik denk dat hier trouwens ook best wel veel langs je heen gaat op het moment dat je zelf bezig bent met je focus. Dat je echt niet kijkt wat er voor de rest nog allemaal gaat. Nee, dat klopt helemaal. Ja. Kijk je op de social media van Team NL en dan ben je heel precies. Up-to-date. Ja, nee, zeker. Dat is wel echt leuk. Ja. Ik heb ook nog wel een vraagje. Ik heb gelezen dat je hebt natuurlijk ook een zoontje en een vriendin. Vriendin is het ook. Ja, vriendin is het nog. Ja. En ik heb gelezen dat jij een droom hebt om later op een boerderij te wonen, lekker rustig, ontspannen met je gezin. Ja. Hoe belangrijk is jouw gezin geweest, het krijgen van een zoontje in die afgelopen jaren ook om ook toch naar deze prestatie te komen? Ik heb gewoon echt wel veel geluk met hen. En ik denk dat je wel iemand moet hebben die het ook zeker moet respecteren. Dat je, kijk, ik moet er veel voor doen en laten, maar zij moet er vooral heel veel voor laten ook. Ik bedoel, zeker nu, ze is dan moeder geworden, dus je verliest al de 3/4 van je vrijheid. Maar dan heb je ook nog zeg maar een partner die niet altijd in kan springen, maar die je ook een soort van alles draait om jou. Ja. En dat kan soms echt super irritant zijn, ook voor haar, dat weet ik ook wel. Maar ja. Ik kan dit nog maar een paar jaar doen en ik wil er van alles uithalen en zij helpt mij daarbij zoveel als ze kan. Dus daar heb ik heel veel steun aan aan de geboorte van Jax. Klinkt heel suffig, maar ik ben daar echt wel een stuk volwassener van geworden. En ook in de zin van dingen in perspectief zien ofzo. Je kan je soms als topsporter relativeren en aan de kleinste dingen druk maken. En nu als er iets met hem of juist heel leuk is. Dan valt alles gewoon even zo. En hij is altijd blij, weet je. Ook al gaat iets. Ik kan me heel druk maken omdat mijn hartslag tijdens een fietsritje. Dan kom je thuis zit je en dan doet hij iets geks of zo. En ik heb toch lekker gereden. Maar ik kan me voorstellen dat het ook echt wel makkelijker gaat of zo, het schaatsen dan. En,
dat het verschil misschien ook wel was met 4 jaar geleden, met het volwassen worden. Precies. Dat is ook de ervaring die je Ja, en het ook nog inderdaad tegen jongens opkijken die dan nog harder rijden dan jij, of het, inderdaad het groeien op zich. Dus ja. Dat is mooi, zeg maar. Eens kijken of er nog een slotvraag op binnenkomt misschien. Leuk om af te sluiten. Ja, het zijn over het algemeen super veel felicitaties, dus heel gaaf jongens dat dat binnenkomt. Over je rit, super prestatie, Roy Kanjes. Dit is misschien wel een interessante vraag van, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Carol? Carol Born. Wat dacht je van de tijd van Roest? Ik moet nog aan de bak. Ja, precies, je moest natuurlijk naar hem. Ja. Nou, ik dacht wel, hij reed gewoon heel goed. Ja. Hij bleef gewoon echt die stress naar het houden. Ik dacht, dat wordt wel, ik weet niet wat de omstandigheden zijn, maar het is gewoon echt een toptijd. En hij reed dezelfde tijd als bij zijn OKT. Ik net niet. Dus hij heeft gewoon wat dat betreft echt een hele puike race neergezet. En echt diep respect dat je 22 jaar debuteert ook en hij pakt meteen een medaille. Ja, dus echt petje af. Ja. Was dat voor jou dan, toen je die tijd zag, zeg maar echt op het bord zag staan, van een soort van motivatie van toch even besef van ik moet echt wel volle boot halen? Ja, zeker. Het motiveert het dan net even dat extra? Ja, denk ik wel. Ja. Dat is wel interessant, wel een goede vraag ook, want ik kan me voorstellen dat je ziet natuurlijk steeds die tijden van alle mensen die voor je moeten, dat wel moeilijk is. Ja. Ik denk veel vragen geweest. We gaan je ook niet te lang ophouden vandaag, je hebt een drukke dag, dus je mag weer verder. Top. Iedereen thuis, bedankt voor het kijken en voor de felicitaties aan Kjell, meer dan terecht. Morgenochtend zijn wij er weer, ontbijt met Team NL en dan zijn we weer met een nieuwe gast en hopelijk hebben jullie weer veel vragen. Top, dank jullie wel. Tot morgen. Bob, sluit jij hem even af? Ik sluit hem even af.